Welkom Utrecht! Als ik zeg climate change, zeggen jullie system change. Climate change? System change. Climate change? System change. Ik hoor jullie niet. Climate change? Oké, dankjewel. We zeggen wel system change, maar bij protesten hebben we het er ook vaak over. Maar in het Nederlandse klimaatdebat hebben we het eigenlijk nooit over kapitalisme. Het wordt niet genoemd. Bijna geen enkele politieke partij noemt kapitalisme als probleem. Het economisch systeem wat we nu hebben staat niet ter discussie. En dat is vreemd. Omdat het juist ons economisch systeem is die de wortel is van ons klimaatprobleem. Binnen het kapitalisme produceren bedrijven voor de winst van aandeelhouders. En niet voor de behoeften van ons allemaal. Het is de winst van de aandeelhouders van Shell en ExxonMobil dat ten koste gaat van de leefbaarheid van onze planeet. Deze multinationals hebben net als wij een gezamenlijk lange termijn belang bij een leefbaar planeet. Maar deze multinationals hebben ook een korte termijn belang van winst maximaliseren. Het is deze korte termijn belang van winst maken dat botst met klimaatvriendelijk produceren. Door dit systeem van kapitalisme en marktmerking kunnen multinationals ook niet anders dan hun winst als eerste prioriteit te hebben, omdat ze anders de concurrentie op de markt niet overleven. Daarom zie je ook dat bedrijven als Shell al in de jaren 80 van de vorige eeuw wisten dat er klimaatverandering zou optreden door hun handelen. En toch gingen ze door met hun verwoestende praktijken. Het winnen van olie in de Niger-delta, gasboringen in Groningen, $213 miljoen er tegenaan gooien om klimaatwetgeving tegen te houden. Juist hem, Shell must fall. Het is dit kapitalistisch systeem die alle spelers op de markt dwingt tot klimaatverwoestend gedrag. Het verwoesten van het klimaat zit ingebakken in dit systeem van kapitalisme, waar winst maken het allerbelangrijkste is. Dit is ook de reden dat na decennia van klimaattoppen de mondiale CO2-uitstoot nog steeds niet genoeg gedaald is. De oplossing van het klimaatprobleem is niet te vinden in het huidige economische systeem. Daarom kunnen we niet voor minder gaan dan een fundamentele hervorming van ons economisch stelsel. En te komen tot een economisch stelsel waar mensen, dieren en klimaat prioriteit krijgen boven de winst van de aandeelhouders van Shell en ExxonMobil. Wat moet er gebeuren op korte termijn? Nou, het is heel helder wat er moet gebeuren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Een aantal dingen om mee te beginnen. Fossiele brandstoffen moeten in de grond blijven. Er zijn grootschalige investeringen nodig in duurzame energie. Omscholen van mensen die werkzaam zijn in de fossiele industrie. Het openbaar vervoer moet weer in publieke handen komen. Moet uitgebouwd worden en toegankelijker gemaakt worden. Onze voedselproductie moet weer lokaal plaatsvinden. Want we maken genoeg voedsel hier in Nederland, alleen we exporteren het. Dat gaat ten koste van ons klimaat. Om dit te bereiken is het belangrijk dat we bij de aankomende verkiezingen gaan stemmen. Het maakt namelijk uit of we op GroenLinks, Bijeen, Partij voor de Dieren of de SP gaan stemmen. En, want die partijen moeten groter worden. En het is belangrijk dat we niet op de PVV, CDA of Forum voor Democratie gaan stemmen, dat die groter worden. Ja, dankjewel. Maar er is een grote maar. Alleen stemmen is bij lange na niet genoeg. Als we één ding de afgelopen decennia hebben kunnen leren, is dat we niet op politici moeten vertrouwen voor verandering. Echte verandering komt juist omdat mensen op straat gaan in protest. Ons algemeen kiesrecht voor vrouwen, ons 40 uur durende werkweek, maar ook ons weekend van 2 dagen, hebben we bereikt omdat mensen zoals ons op straat gingen. En dat komt niet alleen maar door stemmen. Dus het is belangrijk om op straat te gaan. In 2019 gingen we met 40.000 mensen, waren we in Amsterdam. Voor de provinciale statenverkiezingen waren we op straat. NGO's, de vakbond, studenten en allerlei actiegroepen gingen in de stromende regen, stonden we daar met z'n 40.000 op de Dam. Maar vervolgens werd er weinig gedaan om dit protest een vervolg te geven. Integendeel, de NGO's trokken zich terug naar de onderhandelingstafels en grassroots activisten zoals wij moesten alles weer opnieuw opbouwen. Het
is daarom belangrijk om lessen te trekken uit dit verleden. We hebben na vandaag en na de verkiezingen meer protesten en acties nodig om politieke druk te bouwen en te ontwikkelen. Ook naar de politiek toe en om de politieke partijen links te houden. We staan daarom voor de uitdaging om deze brede klimaatbeweging van vandaag verder uit te bouwen. Een beweging die de moed heeft om te eisen wat nodig is. Een klimaatcoalitie die niet bang is de confrontatie met de gevestigde orde op te zoeken. Om binnen de wetgeving voor klimaatvriendelijke economie af te dwingen. Het klimaatprotest van 2019 en de acties van vandaag zijn een goed begin. Om onze acties echt betekenis te geven, is het belangrijk dat we bij iedere actie ook echt concrete eisen stellen. Die eisen heb ik net al genoemd. Het nationaliseren van onze fossiele bedrijven. Gratis openbaar vervoer. Maar wat echt belangrijk is hierin, is dat het nieuwe klimaatbeleid, dat de kosten daarvan niet wordt afgewendeld op werkende mensen zoals ons. Want als dat gebeurt, krijgen we mensen in de handen van extreem rechts, zoals PVV en Forum voor Democratie. De rekening van klimaatverandering moet neergelegd worden bij de vervuilers. Dat kan concreet. We moeten stoppen met subsidies op fossiele brandstoffen. We moeten vervuilende bedrijven moeten we belasten en de superrijken moeten we belasten. Want zij hebben genoeg verdiend de afgelopen decennia. Naast dat we concrete eisen moeten stellen, is het belangrijk dat we onze al deze verschillende actievormen, dat we elkaar ondersteunen. Dus demonstraties als dit, burgerlijke ongehoorzaamheid, maar ook acties van werkende mensen. Het is belangrijk dat wij klimaatactivisten belangrijk zijn op onze werkplek en met onze medestudenten, scholieren en onze collega's gaan praten. En dit aangrijpen om de discussie aan te gaan met mensen in onze omgeving. Ten slotte hebben we een sterke lokale klimaatcoalitie nodig, waarin activisten van verschillende klimaatgroepen elkaar kunnen vinden. Met de protesten van vandaag laten we zien dat we dit al doen. Door samen actie te voeren voor lokale eisen kunnen meer mensen worden betrokken. Een sterke landelijke klimaatbeweging is alleen mogelijk wanneer die bestaat uit gewortelde lokale coalities in alle delen van het land. Daarom hoop ik ook dat jullie na de verkiezingen bij de volgende protesten en acties te zien. En neem als iedereen iemand meeneemt, de volgende protest, dan staan we met twee keer zoveel mensen de volgende keer. Dus ik hoop echt dat ik jullie allemaal zie bij het volgende protest. Dankjewel.